Goedenavond. Ja, het is een poos geleden dat ik solo live ben gegaan om 7 uur op het platform Transformatie en Inspiratie 2020. Maar ik heb natuurlijk wel veel interviews gedaan en veel van die interviews die heb ik op Zoom gedaan en ja. Dus niet meer op Facebook live. En ja, via Zoom heb ik ze dan wel weliswaar geplaatst. Maar ja, dat ben ik niet live, hè? Ook niet met iemand anders. Ja, en dat, ik vond het erg leuk om te doen, die interviews, moet ik zeggen. Ja, en nu weer even een keertje live. Ik heb voor volgende week ook wel weer wat interviews op stapel staan. Ik wil even graag wat inzichten delen. Kijk maar wat jullie ervan vinden. Allereerst, we zijn natuurlijk begonnen met het platform Transformatie en Inspiratie tijdens de COVID-19 lockdown, op 16 maart. En er is natuurlijk wel wat gebeurd sinds die tijd, de afgelopen 4 maanden. En wat er is gebeurd is, zat men in de angst en heel erg grote onzekerheid. Dat was de tijd natuurlijk vlak na het hamsteren en zo. En dat was een hele bijzondere tijd. En dat iedereen de cijfertjes bijhield en zo. En toen is het platform ook ontstaan, met name om een stukje ondersteuning te geven. Bijvoorbeeld bij die angst, maar ook bijvoorbeeld bij een boosheid die zou kunnen ontstaan. En er zijn ook erg veel complottheorieën geplaatst hier. Dat was ook een periode dat er veel complottheorieën geplaatst werden en dat daarover gesproken werd. En dat er ook af en toe behoorlijke discussies over ontstonden. En ja, gaandeweg is het een beetje ingeklonken dat het een status quo op een gegeven moment is geworden. Noem het toch maar het nieuwe normaal. En mensen wennen aan een situatie. En er is ook tegenstand ontstaan. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk is dat uitgemond in viruswaanzin, de groep viruswaanzin. En de acties die ze hebben gedaan. En met name ook de weerstand tegen de maatregelen. En dat is eigenlijk waar we nu staan. Ik hoor eigenlijk bijna niemand meer over de ziekte. Over corona, maar des te meer over de maatregelen. En waarbij sommige mensen ze te vuur en te zwaard verdedigen en andere mensen te vuur en te zwaard daartegen ingaan. Zoals jullie waarschijnlijk weten, heb ik me toch redelijk wat ook tegen viruswaanzin aan bemoeid. Ik heb natuurlijk met Anna Zeven het interview gehad. Ik heb ook andere mensen gesproken en ik moet zeggen dat zeker na 21 juni, na die bewuste verboden demonstratie, waar 5000 man misschien wel meer op af is gekomen, was ik toch behoorlijk onder de indruk. En zeker ook de rechtszaak daarna, hoe viruswaanzin zich heeft uitgesproken in de rechtszaal. Dat vond ik, daar werd ik heel erg enthousiast van. Inmiddels zijn we nu ook weer een paar weken verder. En wat ik zie ontstaan, is eigenlijk het volgende. Er was zeker momentum, ook brede basis. En nu zie je dat er veel demonstraties gepland worden, kleinere demonstraties. En daar zie ik, en dat is natuurlijk aan de ene kant mooi dat er dingen in beweging komen. Aan de andere kant zie je dat het toch ook vaak, ik noem het maar even de usual suspects zijn. Ja, en dat is aan de ene kant jammer, want ik had nou juist het gevoel dat het breed zou worden. Ook als ik naar de Facebookpagina kijk van Viruswaanzin, dan zie ik dat men daar toch weer verzandt. Er wordt trouwens behoorlijk wat aan censuur gedaan door de moderators. Maar ik zie toch weer dat men verzandt in hetzelfde soort discussies als je bijvoorbeeld ook bij stop anderhalve meter of nee anderhalve meter had. En ik weet niet of je daar veel verder mee komt. Terwijl ik met name Willem, maar ook Jeroen, maar ook Mordechai, hele
goede en warme en bevlogen spokesman vind. Wat ik ook vind, is, hè, we hebben nu de boeren, we hebben de kermisklanten, we hebben de bouw of de grondwerkers, we hebben de horeca, en we hebben de mensen die tegen de maatregelen zijn, en misschien zitten daar overlaps tussen. Ik zou het mooi vinden als die groepen zich zouden verbinden. Want er zit namelijk een diepere laag onder. Het gaat niet alleen om de issues aan zich. Maar waar het om gaat is eigenlijk de arrogantie van het establishment. De arrogantie van het establishment waarbij wensen uit het volk niet gehonoreerd worden. En niet alleen dat, maar ze worden een beetje weggewimpeld. En door dat wegwimpelen krijg je een soort machteloosheidsgevoel. Frustratie. Nou, en bij die frustratie van verschillende groepen is het juist zo mooi als je realiseert dat er een gemeenschappelijke factor is. En daarom zou het mooi zijn als die groepen zich zouden verbinden en meer dingen coördineren. Waarbij natuurlijk de eigen punten belangrijk zijn. Daar krijg je ook met name je achterban mee. Maar het is denk ik heel belangrijk om het wat breder te trekken, omdat zo krijg je massa. Zo krijg je een volksmassa die aangeeft, we zijn het met verschillende aspecten van het establishment, hoe ze zich manifesteren, niet eens. Dan heb ik het nog niet eens over de inhoudelijke punten, maar dan heb ik het gewoon over het feit dat, waar iedereen over klaagt, het democratisch principe en de rechtsstaat, dat die te grabbel zouden liggen. He, dus die verbinding is erg belangrijk. He, dat je dus ook het grotere doel ziet. Namelijk het establishment ertoe bewegen om te luisteren naar het volk. En die arrogantie, zoals die er althans uitziet, het wegwimpelen van problematiek en dergelijke, het wegwimpelen van 500.000 handtekeningen in de petitie, om het establishment daarop aan te spreken. En om ook te laten zien dat je je verbindt. En niet alleen maar om te rellen of om zo te demonstreren. Maar er zijn natuurlijk veel meer manieren om te laten blijken dat je een probleem hebt met die arrogantie. Misschien is zelfs wel een hele mooie manier om een omroepzender te beginnen. Als je gecombineerd een achterban hebt van, ik geloof, 50.000 of 100.000 mensen, dan heb je zendtijd op televisie. Dan zit je dus in de mainstream media. Dat zou een mooie manier zijn om, zeg maar, iedere groepering daar zijn zegje in te laten doen. En dat dan natuurlijk in onderling overleg. Overigens, ik heb Black Lives Matter niet genoemd. Ik denk dat die niet in deze rij thuis horen, want die stellen eigenlijk een ander issue aan de orde, namelijk een issue over het sociale, de maatschappij zelf. Ze klagen niet zozeer het establishment aan, maar ze brengen een bepaalde sociale, noem het misstand, aan de orde. Wat overigens ook heel belangrijk is, maar dat is een andere beweging dan de beweging die ik net noemde. Dus dat is een suggestie en dat is een, zoals ik er van de zijkant een beetje naar kijk. Iets anders wat ik ook wil noemen. Jullie hebben waarschijnlijk kunnen zien, op het platform in ieder geval. Ik heb de afgelopen week complotdenkers, maar ik noem ze liever dissidentendenkers, ben ik mee in gesprek gegaan. Ik ben met Anton Teube in gesprek gegaan. Ik ben met Johan Oldenkamp in gesprek gegaan. Ik ben met wie nog meer? Ik ben met Rob Vellekoop van de Lange Mars, DLM Plus, veel bekeken alternatieve nieuwsite, in gesprek gegaan. Ik ben met Peter den Haring in gesprek gegaan. Ik ben met Belinda in gesprek gegaan. En waarschijnlijk spreek ik morgen ook nog met Emiel Muller. Wat ik mooi vind van de mensen die ik tot nog toe gesproken heb, is dat ze sowieso out of the box denken en er een hele
brede, holistische visie hebben op ook wat er zich vandaag de dag afspeelt. Ook in deze crisis. Maar wat ik bijzonder vind, is dat ze allemaal, dat had ik eigenlijk van tevoren helemaal niet verwacht, maar dat ze allemaal, ik noem het maar even, de spirituele context ook noemen. Bijvoorbeeld hoe mensen zich kunnen, ik noem het maar even, het is een verkeerd woord, maar ik kan even geen ander woord bedenken, kunnen wapenen tegen wat er allemaal op hun af gevuurd wordt aan informatie, desinformatie, maatregelen, separatie of polarisatie. En dan vind ik het zo mooi dat ze allemaal eigenlijk uitkomen op manieren om aan je zelfvertrouwen of je essentie of je immuunsysteem of je persoonlijkheid vanuit zelfliefde om op die manier naar jezelf te kijken en om daar mensen ook in te ondersteunen. Dat vind ik zo mooi, want natuurlijk is het interessant om een beeld te hebben wat er zich in de wereld afspeelt. En mensen noemen dat ook wel wakker worden. Aan de andere kant is het misschien, ben je wakkerder als je eerst naar binnen kunt kijken en daarmee in harmonie kunt zijn. Ik denk dat het met Peter was, dat we op een gegeven moment spraken, maar kan het met een ander zijn, maar dat het op een gegeven moment over, dat was met Rob, over boosheid hadden. En boosheid kan een positieve kracht met zich meebrengen, maar toen zei ik, ja, dat denk je maar. Want boosheid, als een bokser bijvoorbeeld boos is, emotie heeft, verliest hij. Want hij heeft zijn zaakjes niet op orde. Want hij gaat vanuit emotie vechten en dan verlies je bijvoorbeeld je verdediging, die verlies je uit het oog. Datzelfde geldt voor wat er met mensen gebeurt. Je kan vanuit boosheid acteren of je kunt die boosheid kanaliseren, accepteren en realiseren dat die boosheid van jou is. En vervolgens wel, als je iets wilt bereiken, met kracht dat bereiken zonder die negatieve emotie erbij. Ik bedoel, ik kan met stemverheffing praten zonder dat ik emotioneel ben. Ik kan met mijn vuist op tafel slaan zonder dat ik zal maar zeggen, opeens de draad kwijt ben vanwege de emotie. En dat vind ik nou bijvoorbeeld wel mooi van de jongens van Viruswaanzin, om daar maar weer eens op uit te komen. Die blijven altijd kalm en beheerst, hè, met het mooie mantra geduld en liefde. Wat ik trouwens heel krachtig vind. Heel goed om dat ook steeds te blijven uitdragen. Met name ook dat geduld vind ik zo mooi. Want je kunt natuurlijk geen ijzer met handen breken. En het is een lange weg. Een lange weg met veel hobbels. Als je verandering wilt en als je aan de stoelpoten van establishment zaagt. Ja, establishment geeft natuurlijk niet zomaar die positie op. Het establishment is ook niet zomaar in die positie gekomen en zijn zeker niet bereid om het op te geven. En de armen van establishment zijn lang. En die tentakels zitten in de politiek, in de media, in de zakenwereld. Dus hoe wil je daar tussenkomen zonder dat je afgesneden wordt? En daar heb je dus een lange adem voor nodig. En het is wat ik al zeg, met veel tegenslagen. Hè, zoals bijvoorbeeld het verliezen van het kort geding een tegenslag was. Maar ja, zo is het nu eenmaal. Maar een slag verloren betekent niet de hele wedstrijd verloren. Hè. Dus ik praat in dat soort termen. Nou is het niet mijn bedoeling om het establishment omver te krijgen, maar ik vind het wel belangrijk om een dialoog te krijgen, waarbij dus je ook gehoord wordt als volk. Hè? Als belangengroepering die iets te melden heeft. En dat er ook
een dialoog mogelijk is. En dat is wat zeker de afgelopen maanden, maar misschien is het al veel langer, erg moeilijk blijkt te zijn. En daardoor krijg je eigenlijk dat establishment en de bevolking, dat het van elkaar vervreemdt. Sterker nog, je krijgt er ook, wat het ook met zich meebrengt, is dat verschillende groepen, dat de polarisatie in de samenleving optreedt. En dat is ook zonde. Eigenlijk zouden echte leiders zouden die polarisatie juist moeten willen bezweren. In plaats van het aan te wakkeren. Bijvoorbeeld door zoveel politie in te zetten bij een vreedzame demonstratie. Dat zou een teken aan de wand moeten zijn. Dat zou je moeten laten maken. Waarom doet men dat eigenlijk? Waarom zet men zoveel politie in bij een vreedzame demonstratie? Een andere wat ik ook al interessant vind. Als dan al duidelijk is, als men bang is voor besmettingen. En men weet dat in de open ruimte besmetting nauwelijks mogelijk is. Die BLM-demonstratie in Amsterdam heeft dat wel uitgewezen. Waarom zet je de mensen dan, die niks gedaan hebben eigenlijk, die daar alleen maar waren, samen in een bus voor langere tijd? Het lijkt, je zou, als je een complotdenker bent, dan zou je zeggen, oh, dat doen ze expres om te kijken of daar nog wat besmettingen uit kunnen voortkomen. Ik bedoel, je komt maar op wat gedachtenkronkels, maar volgens mij is het nog niet eens zo vreemd gedacht. En de wereld is toch, zit toch met in tegenstellingen, van tegenstellingen aan elkaar ook. Hè? Zelf ben ik op dit moment, doe ik nu een 10-daagse boeddhistische retreat. Dat wil zeggen, ik krijg overdag teachings en 's avonds ben ik gewoon thuis. En dat gaat over een practice waarin je je angsten onder ogen komt. En eigenlijk niet je angsten afweert of overwint, maar ze eigenlijk juist voedt. Dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar het is een hele interessante Tibetaanse practice. Chöd heet dat. Maar wat wil nou het geval? De sangha, de groep waarin ik dat doe, die dragen allemaal maskers, mondmaskers, mondkapjes. En we zingen niet vanwege het besmettingsgevaar. Voor mij is dit sinds 16 maart de eerste keer dat ik in een situatie zoals deze terechtkom. En ik vind dat wel interessant dat dat uitgesproken bij boeddhisten gebeurt die zich niet met het stoffelijke bezighouden, maar met laten we even zeggen, de ziel, de Boeddha-natuur, en waarin we juist bezig zijn om onze angsten en ons ego en het grijpen naar, wat is het woord, desire, om dat los te laten. En dus de wereld zit van tegenstellingen aan elkaar. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, nou ja, dan heb ik een mondkapje op. En wat maakt mij dat nou uit? En dat accepteer ik ook. Ja, dat vond ik wel mooi. Ik zat met de lama die de teachings geeft. Die zei, oh, ik heb hem nu net afgedaan. Ik vond het eigenlijk wel lekker warm. En dat klinkt misschien van, dan zoek je dan, moet je dan altijd iets positiefs zoeken. Maar ik niet eens zo lang geleden keek ik naar een documentaire van de Dalai Lama, en die zei dat door de bezetting, de vredebezetting van China, hebben de Tibetaanse monniken natuurlijk Tibet moeten verlaten, en zijn ze uitgezworven over de wereld. Natuurlijk zitten de meeste in Noord-India tegen de Himalaya aan, maar de meeste, of veel anderen, zijn ook uitgezworven naar de wereld, waardoor hun teachings,
beschikbaar werden voor de wereld. En aandacht voor de Tibetaanse kwestie, even los van wat het land daar uiteindelijk verder aan heeft, maar dat wel allemaal in de openbaarheid is gekomen. En zo zei de Dalai Lama, die zei, ik had nooit zoveel mensen kunnen bereiken met mijn boodschap als ik in Tibet was gebleven, als dat hele, die hele bezetting nooit zou hebben plaatsgevonden. Dus dat is ook wel interessant om je te realiseren dat, laat ik het anders zeggen, misschien zien we niet het grotere plaatje. En misschien zien we alleen maar een beperkt iets, bijvoorbeeld 1,5 meter of eiwitten mag ik niet meer aan mijn dieren voeden. Maar misschien is er een groter plaatje. En dat vond ik bijvoorbeeld dan ook weer interessant in de gesprekken die ik vorige week heb gehad. Maar ook een paar weken geleden toen ik met een aantal shamanen heb gesproken. Ik heb echt hele leuke gesprekken gehad. Daar heb ik zelf ook veel van geleerd. Maar misschien is er wel, dient het tot iets anders. Misschien moet dit wel gebeuren. Iets zoals dit, zodat mensen wakker worden. Want we waren toch wel een beetje in slaap gesust in onze comfortzone hier. Hè? En nu komt er tenminste wat reuring. En ik heb het wel eens vaker vergeleken met een, wat is dit voor gebaar? Met een geboorte. Hè? En dan moet je eerst ergens doorheen en dat is pijnlijk. En dan kom je in een nieuwe situatie, wel niet. Maar uiteindelijk is het onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk om uiteindelijk geboren te worden als je eenmaal in dat kanaal zit. Het is onvermijdelijk dat een rups een vlinder gaat worden. En dat zal ook een pijnlijk proces zijn. En zo zitten wij waarschijnlijk nu in een pijnlijk proces waarbij het goed zou zijn om je te realiseren dat er een groter doel is. En waarin het goed is om daar ook vertrouwen in te hebben. In jezelf, in je fellowship, in de mensen met wie je het doet. Maar misschien ook in de mensen die, zoals men dat zou zeggen, nog niet wakker zijn. Ik vind dat niet zo'n mooie term. Maar kijk, op het moment dat je je realiseert dat iedereen zijn pad loopt in zijn tempo. En als je daar dan respect en begrip en compassie voor kunt hebben, in plaats van je daar tegen te keren, vertel gewoon je verhaal. Doe je ding. Vanuit je eigen kracht. Creëer in plaats van reageren. Creëer. Zoek elkaar op en creëer. Kom in de creativiteit. Kom in jezelf en weet wat er te creëren valt. Wat jouw rol is. Waar jouw passie ook ligt. Wat jouw context is. Wat jouw groep is. En be of service. Zomaar wat overwegingen. Hopelijk spreek ik morgen met Emiel Muller, die ik heel inspirerend vond. Ik ben Emiel tegengekomen op een filmpje wat, ik geloof, Onafhankelijke Pers Nederland of zo had gemaakt. Een verslag van de demonstratie op 21 juni hadden ze hem geïnterviewd. En toen heb ik gewoon opgezocht, of heb ik gewoon contact met hem gezocht. Want ik vond dat hij hele wijze dingen zei. Dat sprak mij aan. Ik ben van plan om volgende week te spreken met mensen die direct geraakt zijn door de afgelopen periode. Maar ik bedoel dus door het virus. Dus mensen die ziek zijn geworden, die iemand hebben verloren. Omdat ik gewoon ook hun verhaal wil horen. Gewoon persoonlijke verhalen. Want dan maak je het tastbaar. Dat is wat anders dan alle getalletjes volgen en dat het een concept is. Maar gewoon mensen die een persoonlijk verhaal hebben meegemaakt. Met dit virus. Want ik bedoel, hoe je het ook went of keert, het virus is er wel. Hè? Zoals het virus er 2 jaar geleden was. Het is er wel. En er zijn mensen die er ook
een transformatie door hebben meegemaakt en die zware tijd hebben meegemaakt. En die wil ik graag aan het woord laten komende week. Dus mochten jullie nog iemand in je omgeving weten, laat hem even contact met me opnemen via de PM of zo. En dan ga ik met ze in gesprek. Hier laat ik het bij. Dank jullie wel.